Afgelopen twee files zijn natuurlijk gewoon voor in training gekomen. De een kwam op training 1, de ander kwam op training 3. Behoorlijk decent. Dus dan ben ik natuurlijk wel benieuwd van, oké, maar wat gaat Assassination dan doen? Gaat dat gewoon mijn andere video van de troon afstoten of niet? Dat is natuurlijk altijd maar even de vraag natuurlijk. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag weer eens een keertje lekker Assassination spelen. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk als even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. Ik heb er in ieder geval, zeg ik alvast meteen, enorm veel zin in. Dit is namelijk de game mode voor de mensen die maar langere tijd volgen. Die ik veel speel en dan kwit en dan weer speel en dan weer kwit. En dat is dan puur te maken met hackers. En normaal gesproken als er een game is met heel veel hackers, wat ook allemaal, dan heb je zoiets van, oké, ik speel het niet meer, maar nee, ik weet het niet. Deze game, ik blijf het leuk vinden. En je ziet het ook, er zijn best wel wat mensen online. Best wel decent wat eigenlijk. En dat is ook misschien wel goed voor het gebeuren van, ik moet natuurlijk vooral coins nu verzamelen, gear verzamelen en allemaal, dat je ja, hier en daar een keeltje kan oprapen. Overigens heb ik natuurlijk wel een belangrijke vraag, mensen. En dat is natuurlijk, komt deze video, en je verwacht het natuurlijk al, dan ook in trending? Aangezien we nu natuurlijk Assassination spelen, is dat ook een video wat in trending komt. Afgelopen twee video's zijn natuurlijk gewoon voor in trending gekomen. De een kwam op trending 1, de ander kwam op trending 3. Behoorlijk decent. Dus dan ben ik natuurlijk wel benieuwd van, oké, maar wat gaat Assassination dan doen? Gaat dat gewoon mijn andere video van de troon afstoten of niet? Dat is natuurlijk altijd maar even de vraag natuurlijk. Als het goed is dat een knockback soort trouwens. Ruff, kom dan. Ruff, kom dan. Overigens weet ik ook nog niet, mensen. Oh, ik flikker er vanaf. Ik weet ook nog niet of ik dit dan morgen ook weer upload als ik goed ga qua stats en weet ik het allemaal. Dan hoor ik denken, Duffy, waarom? Dat heeft er weer mee te maken dat, ik weet natuurlijk niet hoe vandaag loopt de game in de zin van met de kills. En nou, niet per se met de kills, meer met de mensen in de game die aan het spelen zijn van, goh, zitten de hackers in of weet ik het allemaal. Want als dat er natuurlijk in zit, dan heb ik al gauw zoiets van, oké, het was leuk voor vandaag en dan laten we daar verder bij. Maar dat zijn even dingen, dan moet ik gewoon eventjes zien hoe wat allemaal en dan komen we er in ieder geval maar wachten. Want kijk, er wordt nu alweer getypt dat er een hacker in de game zit. Maar goed, ik weet ook niet in hoeverre dat natuurlijk klopt. Kom op, kom op. En hij is dood. Woe. Wat ik dus zei, ik weet dus niet natuurlijk in hoeverre dat natuurlijk klopt. Want, I don't know, maar we zullen het allemaal wel zien. Vooralsnog gaat het lekker. Vooralsnog hebben we 2 kills gemaakt. En ik ben er blij mee. We hebben flink alweer wat coins. Dus dat betekent, ik denk dat ik er verstandig aan ga doen om naar de weaponshop te gaan. Om daar dan vervolgens een beetje Iron Gear te kopen. Ik denk dat ik daar op dit moment wel verstandig aan doe. Gezien het feit dat ik weet niet natuurlijk of er mensen zijn met potions en dikke zwaarden en dikke gear. Maar een beetje verdediging kan nooit geen kwaad. Dat is de voedsel shop. Wait a second. Potion shop, sword shop, voedsel shop, armor shop. Shit. Oké, we zitten een beetje uit de richting wat dat betreft. Maar wat wordt het plan om daar te komen? Die heb ik eigenlijk op het moment niet. Shit. Ik heb op dit moment niet echt een... Ah, man. Deze is wel kloten, want ik wil, kijk daarom dus, ik wil dus niet daar beneden langs lopen. Oké, we gaan denk ik via de potion shop die kant op, denk ik dan maar. Ik denk dat dat misschien wel verstandig gaat zijn. Tenzij die guy natuurlijk nu naar boven komt en mij zo meteen gaat neerhalen, dan was nog een probleem. Maar goed, als ik natuurlijk nu naar de potion shop ga, dan kan ik natuurlijk wel speedpots halen. Alleen, ik zie wel, het is hier wel druk wat dat betreft met de mensen. Dus de vraag echter is, overleef ik dit? Ja, ik overleef het. Nice. Oké dan, nou, dat is in ieder geval fijn. Ik heb niet heel veel eten om heel erg lang in een shop te blijven staan. Dus we moeten wel een beetje voor oppassen. Maar goed, maakt niet uit. We kunnen dat aantrekken, dat aantrekken. Ik zie hier mensen. Ja, ik heb er toch zoiets van, misschien moet ik me er... Oh, nee. Ho. Oké. Nou, we zien dit in ieder geval voor de duidelijkheid, mensen. Los Darkos is in ieder geval aan het hacken. En dat heeft er dus mee te maken wat ik net al zei. Van, ik weet niet of ik het dan morgen ook ga uploaden. Omdat ik dan zoiets heb van, moet ik het dan daadwerkelijk wel gaan spelen? Want dit is het gevalletje, mensen, van, ik vind dit spel echt enorm leuk. Ik vind het een van de leukste PvP minigames die er is. Alleen die mensen like that. Dat is het hele probleem. En dat is heel naar. En ja. Maar goed, we weten ook niet hoe lang ze iemand blijft. Misschien is hij zometeen binnen 5 minuten weg. Misschien wordt hij zometeen geband. Ik bedoel, het kan ook. Er kunnen zomaar natuurlijk hidden mods meekijken, weet ik het allemaal. En dan hebben we er geen last van, weet je. Dat is een beetje het probleem met alles. Dus, het is gewoon allemaal onzeker, oké, mensen. Het is gewoon allemaal heel onzeker. Super simpel zeg. Want het kan natuurlijk ook zijn dat ik nu aan het spelen ben en dat ik hem gewoon totaal niet meer tegenkom. Hè? Dat ik hem net zag en niet eens meer tegenkom. En dan heb je er tussen haakjes helemaal geen last van. En dat is natuurlijk wel erg makkelijk om te zeggen. Maar het is wel zo natuurlijk. Dus ja, in die zin heb ik zoiets van, we moeten even aankijken hoe wat allemaal. Maar goed. Ik dacht even dat er iemand achter me zat. Maar ja, dit is gewoon iemand die is easy te killen. Oh. Hé, hey, joh, gaan ze allebei op mij? Dat moet je niet doen. Je moet niet allebei op mij gaan, dat is niet leuk. Nee, dat vind ik niet leuk als je allebei op mij gaat. Want weet je wat het is? Jullie gaan allebei dan dood. En ja, is natuurlijk helemaal niet nodig. Kom op.
En 3, 2, 1 en... Oh. Oh, ik dacht dat wel genoeg was geweest, maar nee. Nu dan? Nee, nog niet. Nu. Ja. Nou, bij jou weer. Ja, nee, dat gaan we nu even niet doen. We gaan nu eerst even naar die armor shop toe. Want waarschijnlijk blijven zij de hele tijd daar spawnen. En ik heb geen behoefte om... Ja, ik vind het niet erg om kills te maken natuurlijk. Maar ik heb geen behoefte om continu 2 tegen 1 te spelen. Waardoor ik niet meer kan regen en ik dood ga. Zeker met dit gear. Dus ik kies eventjes safety wat dat betreft. En wij gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen inslaan qua armor. We hebben 476 coins. Dat zou betekenen diamond leg eggs. Zou ik dat doen? Aan de ene kant, waarom niet though? Waarom zou je dat niet doen? Right? Ik bedoel... Waarom zullen we geen diamond leggings kopen? Het enige probleem echter wel is natuurlijk van... Oké, we hebben nog geen goed wapen en weet ik het allemaal. We hebben nog niet zo'n stone sword. Maar goed, we hebben wel diamond leggings wat dat betreft. Dus we kunnen, denk ik, hier en daar een belangrijke hit misschien wel tanken. Goed, we hebben totaal gelukkig geen focus op iemand die hier staat. Die zoiets heeft van, weet je wat, welke kant hij ook op gaat, die ga ik pakken. Dus wat wij dan doen is slash hup. Tipje voor de mensen. Een oldschool trick. Als je iemand er hebt, zorg dat je uit de combat bent. Je gaat slash hup de pup, barbatrupe blup. En je joins opnieuw. Je spawnt ergens random. Het kan pretty fucked up zijn waar je natuurlijk gaat spawnen. Want je weet natuurlijk never nooit waar. Maar je kan wel iedereen daarmee dodgen. En dat is natuurlijk wel super chill. We zijn in ieder geval weer... Back in game, we zitten bij de... Oh, daar is de potion shop overigens. Oké, we zitten in Duffy Town, zoals ik dit altijd noem. En we kunnen weer door. Coins verzamelen, nieuwe speedbottles inslaan. En ik denk vooruit kijk nu naar een... ik denk toch wel naar een stone sword of iets. Mocht dat haalbaar zijn. Mocht dat haalbaar zijn natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk wel zo. En dan het liefst natuurlijk wel meteen eigenlijk iron. Maar ja, dat is weer 400 coins. En tenzij ze de prijs hebben verlaagd. Maar dat denk ik niet, want... Dit gear was natuurlijk ook niet verlaagd in prijs, maar... Zou natuurlijk lachen als ze dat hebben gedaan. In de tussentijd, ik ga dit maar gewoon eventjes zo samenvoegen. Want ja, het is een blijft toch gear, weet je. Kijk, het is niet fantastisch, maar het is een blijft gear wat ik wel kan gebruiken mocht iets kapot gaan. En dan heb ik liever dat dan dat ik niks heb. Zo, we hebben in ieder geval weer speedbottles gekocht. Want dus hebben we nog maar 37 seconden. En dan gaan we nou wat kistjes openen. Misschien nog wel een kill maken en dan sowieso richting de sword shop. Want ik meen me te herinneren dat een stone sword... 80 coins is of 100 coins? In ieder geval één van die twee. Dus dat is op zich nog wel, als je op zich wel te doen. Ik bedoel, we hebben nu denk ik wel genoeg coins. En nou is het natuurlijk niet dat het heel veel verschil gaat maken wat dat betreft. Maar hey, alle kleine beetjes helpen, in my opinion. Dus waarom niet? Dat pakken we lekker mee. Hoe lang heb ik nog speed? Nog 8 seconden. Dan kunnen we nu deze jump hier ook nog snel maken. 3, 2, 1 en... Oké, ik had het iets anders voor ogen, maar niet uit, het werkt. We zien daar iemand, we zien hier beneden ook nog iemand. Oh, hoi. En we gaan rustig gewoon hier nu de shoppie in. There we go. Toppie. Oké. We hebben in ieder geval nu ook veilig de shop gehaald. Even kijken. Dan gaan we even kijken hier. 420 kost het zelfs. Oh. Dat is wel wat duurder dan verwacht. Maar goed, maakt niet uit. Ik dacht oprecht dat, dat het 80 zou zijn. Of dat het gewoon 100 zou zijn. Maar voor mij heb ik dat vaker. Met als ik hier een zwaard gekoopt. Dat ik zeg van. Hé, hey, is niet dit en dit. En dan blijkt het eigenlijk duurder te zijn. Maakt helemaal niet uit. Wij gaan ondertussen gewoon weer door. Want in een shop campen worden we ook niet beter van op het moment. Het enige wat ik hoop is dat wij niet de hacker tegenkomen natuurlijk. En tot die tijd gaat eigenlijk alles wel soepeltjes, in my opinion. We hebben iemand die heeft natuurlijk een knockback sword. Dus we moeten natuurlijk nu even zien te killen. Oh, oh. Ik zei, moeten we zien te killen? Ja. En tot nu toe slaan we alles mis en hij raakt wel. Ironisch. Ironisch. Maar goed, we hebben natuurlijk wel wat dat betreft lekkere... Zagen jullie dat? Wat was dat dan? Oh jee, ik weet niet wat dat net was. Kijk, het kan zijn dat het lag was. En dat hoop je dan natuurlijk ook. Maar, I don't know. Dat zag er wel even gek uit. Maar we hebben hem dood, dat is het belangrijkste. Overigens heb ik dat echt zeer, maar ook echt zeer slecht gedaan. Mag best gezegd worden. Maakt helemaal niet uit, mensen. Zolang je maar leert van je fouten. Doe we deed net een fout? Ik heb geen idee, though. Maar het was in ieder geval niet goed. Ik moet wel zeggen, op zich... Ondanks dat die ene hacker dan die in-game is, die we ook zeker hebben gezien. Gear-wise, weapon-wise, kill-wise, spullenverzamel-wise. Durf je hoe vaak wise ga je nog zeggen? Geen idee. Training-wise, kappa. Gaat het op zich wel decent. Ik kan niet echt klagen op het moment. Thinking emoji. Hoppa. Voor de mensen die afvragen, durf wat je volgende stap? Ik denk toch wel nog weer verder mijn gear up te graden. We moeten natuurlijk ook wel weer een beetje de... Potion shop in de gaten houden. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat wij wel speed blijven houden. Want we hebben natuurlijk nu geen speed meer. We hebben nog één bottle over. Waarom ik die nu niet meteen inneem is. Ik heb zoiets van. We gaan een kill maken op full iron. Oké, let go. We gaan proberen een kill te maken op full iron.
There we go, 3, 2, 1 en... Oké, het is een hacker. Oké, wrong choice, bye Felicia. Oh nee. Oké. Oh man. Oké. Ik maakte de wrong choice. Ik denk, hé, we zien iemand met full iron staan. Ik neem een speedbottle in. Dit kan het wel eens gaan worden. Nee, Duf. Want het kan ook maar zo zijn dat het een hacker is. En nu weet ik het zeker, mensen. Ik kan het confirmen. Morgen komt er geen assassination. Het was leuk voor nu, voor zolang het duurt. Ik bedoel, we hebben lekker een aantal kills gemaakt. Wat is zelfs wel Diamond Leggings, alles erop en eraan. Ja, het heeft niet echt veel zin wat dat betreft dan. Als je dit tegenkomt en dat heeft niet heel veel zin om dan door te gaan. Voor nu mensen, allemaal in ieder geval enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, klik natuurlijk allemaal even lekker dat duimpje omhoog aan. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer ook vooral, welkom. En mensen, tot de volgende keer.